heeft, maar natuurlijk ook de kwaliteit van eten. We hebben vroeger eigenlijk vegetarisch en veganistisch eten een marginaal randverschijnsel was. En ofwel was je een veganist of een vegetariër en was het alles, ofwel was je niks en er zat er precies niks tussenin. De meningen waren sterk gepolariseerd en verdeeld. Is dat nu gelukkig heel anders? Groenten en de keuken, voor mij is dat iets dat uiteraard gewoon een evidentie is. En voor mij is dat altijd belangrijk geweest in een restaurant, maar meer dan dat eigenlijk. Het gebruik van veel groenten voorop kwam, maar ik zou zeggen dat 6 jaar mee bezig met het restaurant. 6 jaar dat we vegetarisch menu hebben, dat was vooral naar zware binnen gaat en waarom, dat is ook in geloof. Omdat ik ook wel geloof dat we wel een grote plaats in de keuken mag hebben.